Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een make-up routine met nieuwe producten van Look Fantastic. Ik heb mijn make-up, zoals jullie kunnen zien, al gedaan. Ik draag deze make-up echt niet elke dag, maar als ik een feestje heb, foto's ga maken, uit eten ga, vind ik het altijd wel leuk om even iets extra's op te doen. En daarvoor gebruik ik dan deze producten. Ik ga ondertussen ook wat vragen beantwoorden, maar ik moet alvast van tevoren zeggen, ben ik een beetje chaotisch in, want ik kan niet heel goed mijn make-up doen en praten tegelijk. Dus misschien is het een beetje een warrig verhaal, maar ik hoop dat jullie die video toch alsnog leuk vonden. Aan het einde van de video heb ik voor jullie ook nog een kortingscode voor Look Fantastic. En ik zou ook eventjes alle producten, alle make-up producten en zo die ik heb gebruikt, eventjes in de beschrijving zetten, zodat jullie die makkelijk kunnen terugvinden. En dan gaan we maar snel beginnen. Ik ga beginnen met mijn skincare. En daarvoor gebruik ik 's ochtends deze drie dingen. Ik heb net al eventjes micellairwater over mijn gezicht gehaald. Maar ik begin met deze van Paula's Choice. De Nourishing Milky Toner. Ik gebruik dit nu al een tijdje. Ik vind het echt zo fijn werken. En ik wil er echt best wel lang mee. Ik heb niet echt het gevoel dat die al bijna op is. Want ik betaal er natuurlijk gewoon best wel veel voor. Dit doe ik altijd gewoon over heel mijn gezicht. En dan ook een beetje in mijn nek meenemen. Dan ga ik er daarna overheen met de Repairing Serum. Ook van Paula's Choice. Die vind ik ook heel erg fijn. Ik heb er dus ook al minis van besteld voor Curaçao. Want 6 april gaan Keir en ik samen naar Curaçao om Biba op te zoeken. Waar ik echt mega veel zin in heb. En ik heb echt altijd, als ik dan ergens heel veel zin in heb, zoals bijvoorbeeld op een vakantie, dan ga ik me daar al zo ver van tevoren voor voorbereiden. Dus ik heb bijvoorbeeld al van Paula's Choice heb ik dus die minis besteld. Ik heb al zonnebrand. Ik heb al nieuwe bikinis besteld. Nieuwe zomerkleding gewoon. Dat ik er dan zoveel zin in heb en dan gewoon niet kan wachten. Dus dan ben ik al helemaal bezig met alles soort voor te bereiden. En dan daarna breng ik deze dagcreme aan. De Moisturizing Gel Cream met SPF 30 van Bioma. Ik heb dus ook een nieuwe dagcreme van Paula's Choice. Maar ik wil eigenlijk eerst deze eventjes opmaken. En overdag zorg ik eigenlijk altijd dat er iets van SPF in zit. En deze van Bioma vind ik ook heel erg fijn. Alleen die heb ik toen in Parijs gekocht of in Barcelona. In ieder geval heb ik hem toen bij de Sephora gekocht. Want je kan er dus in Nederland wat lastiger aan komen of je betaalt er gewoon wat meer voor. En dan heb ik hier mijn hele mandje vol met make-up. En ik heb dus ook allemaal nieuwe producten van Look Fantastic gekregen. Dus die wil ik ook gaan proberen vandaag, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ik ga eventjes de eerste vraag erbij pakken, want het is natuurlijk ook een Q&A. Iemand vraagt, kan je iets meer vertellen over het autorijden, hoe je weer bent gaan rijden en waarom je al heel lang niet hebt gereden? Nou, voor de mensen die mijn weekvlogs niet kijken, ik heb dus bijna een maand geleden denk ik alweer. Ik ga eerst even vertellen. Ik ga als eerst beginnen met deze van Elf. Dit lijkt dus een beetje op die van Charlotte Tilbury. Zo'n flawless filter. En heel veel mensen doen dit altijd op hun hele gezicht, maar ik vind dat iets te heftig. Dus ik doe het eigenlijk altijd alleen op mijn wangen. Dat ik het gewoon net even iets mooier vind. Maar goed, autorijden. Ik heb mijn rijbewijs gehaald toen ik 19 was. En ik ben nu ondertussen 24. Toen ik mijn rijbewijs had gehaald, toen pakte ik af en toe wel op zich de auto van mijn vader. Maar niet heel vaak, want ik had gewoon een scooter. En ja, we wonen in Den Haag, dus mijn stage zat in de stad. Dus dan pakte ik de scooter. Mijn school zat in de stad, dan pakte ik de scooter. Vriendinnen woonden in de buurt, pakte ik de scooter. Werk zat in de buurt, pakte ik de scooter. Dus ik had eigenlijk gewoon niet echt een auto nodig, waardoor ik ook nooit de auto pakte. En die stap steeds een soort groter werd om wel de auto te pakken. Ik ga nu verder trouwens met de foundation van MAC, de Face & Body. Ik vind deze dus heel erg fijn, omdat die dus lekker waterig is, dus dan krijg je niet zo'n blamuur effect. En dat vind ik altijd wel mooi, want ik heb af en toe een beetje van die rode wangetjes of vlekjes. Dus dan vind ik het wel mooi om dat er overheen te doen. En daarvoor heb ik deze nieuwe kwast van IT Cosmetics. Ook van Look Fantastic, met aan deze kant voor je foundation. En aan deze kant voor concealer. Maar goed, ja, ik pakte dus eigenlijk gewoon nooit de auto, waardoor die drempel dus best wel groot werd ofzo. Om wel weer in de auto te stappen. Toen is er ook een klein dingetje voorgevallen in een parkeergarage. Ik ging toen naar de IKEA en toen sloeg die auto af toen ik de parkeergarage in wil rijden. En dan heb je zo'n ronde garage omhoog. Dus nou, ik helemaal de stress natuurlijk. En toen pakte ik eigenlijk steeds de auto minder vaak. Toen ging ik op mezelf wonen met dag samen. En kon ik ook de auto van mijn ouders niet meer pakken. Want dan moest ik dus eerst naar mijn ouders om dan de auto te pakken. Dus ik deed eigenlijk gewoon alles altijd op de scooter. Waardoor die drempel gewoon steeds hoger werd om in een auto te stappen. En waardoor ik het ook steeds enger begon te vinden. Omdat ik het dus al zo lang niet had gedaan. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik wel van ja, als ik nu niet ga autorijden, dan wordt die drempel alleen maar groter. Ga ik het helemaal niet meer durven. Dus af en toe reed ik dan wel kleine stukjes in de auto van stan. Of heel af en toe die van dag maar dag had een automaat. Dus dat was sowieso al wel wat makkelijker. Ik heb ook een nieuwe liquid blush van
Hermosé. Die vind ik ook heel erg mooi. In de kleur zoutbout. Ik ga eerst dit aanbrengen. Deze van Charlotte Tilbury. Om een beetje te contouren. Maar goed, toen... Ik kan echt zo slecht make-up doen. Hij praat tegelijk. Maar toen dacht ik dus van ja, oké, ik moet wel echt weer een keer die auto in gaan stappen. Want anders wordt die stap alleen maar groter. En ja, nu heb ik misschien het niet heel erg nodig. Maar als je later kinderen hebt of er is een keer wat, is het toch handig als je die auto in durft te stappen. Dus toen zei ik tegen mijn vader van oké, ik wil gewoon gaan kijken voor mijn eigen auto. Want dan pak ik hem er ook gewoon meer bij. En ja, ik vind toch... Kijk, als ik een ongeluk maak is niet leuk. Maar dan maak ik hem liever in mijn eigen auto dan in iemand anders auto. Want dat, ja, ik weet niet. Eigen auto is ook niet leuk, maar dan heb ik alleen mezelf ermee. En als je in iemand anders auto rijdt, dan heb je echt zo'n schuldgevoel. Dus vandaar dat ik ook niet heel vaak iemand anders auto wilde rijden. Ja, ik ben met mijn vader kijken en we waren toen ergens geweest, maar dat was echt helemaal niks. En je moet eigenlijk ook maar gewoon een beetje geluk hebben. Ik wilde eigenlijk in het begin heel graag een schaak of een automaat, omdat ik dacht van ja, dan is het gewoon makkelijker om in die auto te stappen. Maar ik wilde ook heel erg graag een klein autootje. Oh, ik breng trouwens nu die plus aan van Laura Mercier. Ja, ik wilde gewoon heel erg graag een klein autootje, omdat ik dus nog niet zo'n ster was op de weg. En ik dacht ja, zo'n klein autootje voelt gewoon lekker compact om je heen. Ik hoorde dus ook best wel veel slechte verhalen over automaten met een kleine auto, omdat een automaat gewoon een zware motor heeft. Ik heb er ook niet heel veel verstand van. Maar dat scheen dus minder goed te zijn. Dus toen dacht ik van oké, ik wil wel echt een kleine auto. Dus dan moet ik misschien toch maar gewoon gaan schakelen. En dus uiteindelijk heb ik die auto gevonden die ik dus nu heb. Waar ik echt super super blij mee ben. En ik moet zeggen, het gaat best wel goed. Ik ga trouwens nu concealer aanbrengen. Deze van Charlotte Tilbury met een kwastje. En ik vind dit echt zulk fijn spul. Het ziet er misschien een beetje goor uit. Maar ik vind het echt heel erg chill werken. Snelweg durf ik dus nog niet. Maar dat wil ik binnenkort wel weer gaan proberen. Want in de stad rijden gaat gewoon best wel goed nu. Dus ik heb zoiets van ja, als ik dat dan onder controle heb. En er een beetje zelfverzekerheid in de stad. Dan wil ik ook de snelweg wel weer gaan proberen. Ja, en waarom ik niet durfde te rijden. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon zo lang ermee gewacht heb. Dat die stap gewoon heel erg groot werd ofzo. En waarom ik het nu opeens wilde. Ik dacht van ja, ik kan niet de rest van mijn leven op die scooter blijven rijden. En er moet gewoon een moment komen dat ik het weer ga doen. Ik weet niet of dit een heel goed verhaal was. Ik ben niet heel goed in praten en make-up doen tegelijk. Onder mijn ogen gebruik ik een andere poeder dan voor de rest van mijn gezicht. Onder mijn ogen gebruik ik deze van Laura Mercier, de losse poeder. Die komt ook weer van Look Fantastic. En daar gebruik ik eerst zo'n klein kwastje voor. Zodat ik het een beetje kan zetten eronder. Dan krijg ik ook echt heel veel vragen naar het sporten. En ik had gisteren ook een story geplaatst op Insta met wat voor soort video's jullie graag meer op YouTube willen zien. En daar kwam ook heel veel What I Eat in the Day en sportvideo's. Alleen ik moet zeggen, ik vind sporten nu heel leuk. En ik doe het best wel veel samen met de keer en met de dag. En dat gaat ook goed. Ik heb er niet zoveel verstand van dat ik jullie helemaal kan adviseren. En ik durf al helemaal niet in de sportschool te filmen. Dat vind ik echt, denk ik, het meest ongemakkelijke wat er is. Dus ik vind dat een beetje lastig. Want aan de ene kant zou ik er best wel graag meer over willen vertellen. Aan de andere kant denk ik, ja, hoeveel weet ik er nou van? En ik ga echt niet in de sportschool filmen. Dat vind ik zo ongemakkelijk. Ik heb een beetje op mijn kin en op die losse plekjes die gebruikt. En dan pak ik nu deze erbij van Laura Mercier. Dit is gewoon zo'n vaste poeder in de kleur Translucent Honey. Ik hoop dat ik alles goed uitspreek. En daarvoor pak ik gewoon deze grote kwast en ga ik er een beetje over mijn gezicht heen. Vooral hier zo. Ik vind het wel mooi als dit een beetje blijft glimmen. Maar goed, het lijkt me dus best wel leuk om dingen te delen over het sport. Alleen, ja, zoveel verstand heb ik er gewoon niet van. En voordat ik mensen allemaal verkeerde dingen ga aanleren en filmen in de sportschool, ga ik ook gewoon niet doen. En er zijn al zoveel mensen die sportvideo's maken dat ik denk, ja, wat kan ik daar nog meer aan toevoegen, zeg maar. Dan gaan we door naar bronzer. En ik gebruik daarvoor deze van Hoola, van Benefit. Die vind ik heel erg fijn. Die heb ik echt al best wel lang gebruik ik die en hij doet het gewoon nog steeds. En daarbij gebruik ik deze kwast van Gaia. En ik weet niet of jullie het zien. Ja, er zit nu een beetje een knik in mijn haar omdat ik een staart heb ingehad. Maar ik heb dus vorige week een keratinebehandeling in mijn haar gedaan. Voor de mensen die mij langer volgen, die weten dat ik van mezelf eigenlijk best wel veel krullen heb.
En dat ik dat ook niet mooi vind. Waardoor ik eigenlijk altijd mijn haar heb gesteld. Waardoor het is afgebroken. Ik heb van mezelf best wel donker haar gekregen. Vroeger was ik echt blond. Maar ik vind blond mooier. Dus ik verf het ook veel. En daardoor is mijn haar gewoon zo gaan afbreken. Want ik had vroeger echt best wel lang en dik haar. Maar ik denk ook echt oprecht dat het door de pil komt dat mijn haar zoveel dunner is geworden. Ik weet het niet zeker. Maar vanaf mijn 16e is mijn haar een beetje gaan veranderen. En dat is ook het moment dat ik aan de pil ging. Maar goed, ik heb dus toen extensions 2 jaar lang gehad van Beauty by Rose. Waar ik heel blij mee was. Alleen ik had wel op een gegeven moment zoiets van, ja, ooit wil ik ook wel weer zonder extensions kunnen leven. Ik heb die er toen uitgehaald afgelopen december, begin december. Heb ik mezelf voorgenomen om mijn haar dus niet meer te gaan stylen en goed te verzorgen. Waardoor het hopelijk gaat aangroeien, eventjes niet meer te verven. Maar daardoor droeg ik dus echt elke dag een knot in mijn haar. Dat hebben jullie denk ik in mijn weekvlogs ook al kunnen zien. En daar was ik gewoon een beetje klaar mee. En toen dacht ik ga gewoon een keratinebehandeling doen. Want dan hoef ik maar en niet meer te stylen. Voor de mensen die niet weten wat keratinebehandeling is. Dat is een behandeling waarbij ze extra keratine in je haar doen. Keratine zit van jezelf al in je haar. Maar ze doen dat dus nog extra erbij. Waardoor je haar dus langere tijd stijl blijft. Dus dat heb ik afgelopen vrijdag gedaan. En mijn haar blijft nu, als het goed is, dus 5 maanden ongeveer stijl. Waar ik dus 5 maanden niet hoef te stijlen. Waardoor het gewoon even 5 maanden goed kan aangroeien, hoop ik. En ik denk dat ik het daarna gewoon ga blijven doen. Ik ga trouwens nu de blush van MAC aanbrengen in de kleur Warm Soul. En heel veel mensen zeggen van, doe nou eens gewoon een keer je krullen. Doe nou gewoon je krullen. Maar ik vind krullen bij mij gewoon niet mooi. Ik ben er gewoon niet blij mee. Ik voel me, als ik mijn krullen heb, heel overdreven, heel extra of zo. Ik weet niet. Ik vind het gewoon te veel. Vandaar dat ik die keratinebehandeling nu heb gedaan. En ik hoop dat mijn haar eventjes gaat groeien. Kijk, ik hoef echt niet haar tot aan hier. Maar als het gewoon even tot hier komt aan het eind van het jaar. Zo'n stukje erbij. Dan ben ik helemaal blij. Mij zit de gezichtsmake-up er nu op zich wel op. En ik heb dus ook een nieuwe setting spray. Deze van Laura Mercier. Kijk even hoe leuk dit eruit ziet. Die ga ik ook even opdoen. Het enige is wel met deze spray dat hij heeft niet zo'n lekkere mist, vind ik. Hij heeft echt een beetje een harde spray. Daarna ga ik er altijd nog even overheen met de beauty blender. Want ik heb het idee dat het dan net even iets mooier erin blendt ofzo. Oké, dan gaan we door naar de wenkbrauwen. Daarvoor gebruik ik nog steeds, echt al jaren, dit paletje van Catrice. En daarbij dit kwastje van Anastasia. En ik doe met mijn wenkbrauwen niet heel veel boeien. Dus ik volg eigenlijk gewoon een beetje dat lijntje. Of gewoon de vorm bedoel ik. En ik heb trouwens een Apple Watch. Ik ben er zo blij mee. Ik was dus vorige week jarig. En ik heb deze van Stan gekregen voor mijn verjaardag. Waar ik heel blij mee ben. Want nu elke keer als we gaan sporten kunnen we kijken hoeveel calorieën we aan het verbranden zijn. En ik was afgelopen weekend naar Joy met Amy en Demi. En dan heb ik ook een workout dat heet dansen. Die had ik dus aangezet. Nou, je schrikt echt hoeveel calorieën je verbrandt op zo'n festival. Dan pak ik deze wenkbrauwgel van Anastasia erbij. Die vind ik echt heel fijn werken. En zoals ik net natuurlijk al zei, ga ik dus met Keer naar Curaçao. En ik heb er zo mega veel zin in. Ik ben er dus nog nooit geweest. Ik ben alleen een keer op Bonaire geweest toen Rosa daar voor 3 maanden zat. Toen gingen Charlotte en ik haar opzoeken met haar verjaardag. En nu ga ik dus samen met Keer gaan we Biba opzoeken voor de verjaardag. Op Curaçao. Dus als je nou nog tips hebt, laat even weten. Voor de mensen die er ooit zijn geweest. En we willen waarschijnlijk dus ook die bekende hike gaan doen. Ik weet eventjes niet hoe die heet. Maar dat hadden we dus voorbij zien komen. Dat best wel veel mensen die doen. En mensen dat echt leuk vinden. Dus wij willen dat ook gaan doen. Maar wel echt super vroeg. Want ik denk dat het anders echt veel te warm is om daar te lopen. Dan iets wat ik eigenlijk niet heel erg vaak doe. Maar soms wel. En dan pak ik dit paletje erbij van NARS. En een oogschaduwkwastje. En dan pak ik dit kleurtje. En die doe ik dan een beetje in mijn binnenste ooghoek. Zodat er iets meer leven in mijn oog komt. Gaan we door naar de mascara en de oogpotlood. Ik gebruik dus altijd oogpotlood. Echt zolang als ik me kan herinneren al gebruik ik oogpotlood. En die doe ik eigenlijk altijd op de bovenste waterlijn. En soms ook een beetje onder. Want soms vind ik dat dus wel mooi. Ik kan gewoon zo eronder zetten en er tegenaan. Oh, moet ik niet in mijn oog prikken. Iemand die vraagt hoe het nu met mijn haar is. Ik merk oprecht wel echt verschil. Alsof het wel echt wat voller aan het worden is.
voor de, sommige mensen zal het echt niks zijn. Maar het gaat wel steeds iets beter. Mijn haar is nu ook super zacht natuurlijk door de keratinebehandeling. Ik hoef het gewoon even niet te stylen. En ik doe er best wel veel voor. Ik doe 2 keer in de week doe ik zo'n rozemarijn olie op mijn hoofd. En dan masseren, masker in. Misschien kan ik daar ook wel een aparte video van maken. Als jullie dat leuk vinden om een beetje te delen hoe ik probeer mijn haar te laten groeien. Trouwens nu deze mascara gebruiken van Rimmel. De Thriller Seeker. Trail Seeker. Ik weet niet, mijn Engels is niet zo heel goed. En dan als laatst alweer heb ik van Laura Mercier. Ik heb echt veel van Laura Mercier besteld. Deze keer wil ik fantastisch. Maar heb ik dit lipglossje. Vind ik echt een heel erg mooi kleurtje. En ik heb natuurlijk voor jullie ook weer een kortingscode. Met de code FLEUROF krijg je altijd de hoogste kortingen bij Look Fantastic. En ze hebben er echt alle merken. Ze hebben dingen voor make-up, haar, lichaam, man, vrouw, parfum, haartools. Ze hebben echt oprecht van alles. Ik hou dus nooit heel erg van te heftige dingen op je lippen. Dus dan doe ik het altijd een beetje soort van pluisje aan lip. Een beetje soort van erin dippen zo. Zodat het iets minder heftig wordt. Dit was dan de video hoe ik mijn make-up doe. Het is echt niet hoe ik het elke dag doe. Maar vaak als ik een feestje heb, foto's gaan maken, uit eten gaan, is dit hoe ik mijn make-up doe. En nu deze keer met een nieuw product van Look Fantastic. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Voor mij was het echt super chaotisch. Heb ik echt niet heel veel vragen beantwoord. Maar ik hoop dat jullie het toch een leuke video vonden. En als jullie nou nog leuke ideeën hebben voor andere video's, laat dan zeker eventjes weten in de reacties. En dan zie ik jullie volgende keer.